Het is de combinatie van zorgvuldige maatregelen en uw inzet die gemaakt hebben dat wij thans nul COVID-19 besmette personen hebben. Dat is een bijzondere mijlpaal en daar mogen we allemaal dankbaar voor zijn. Maar we zijn er nog niet. Suriname bevindt zich. In de CARICOM-categorie sporadische gevallen. Dat wil zeggen dat wij nog niet 100% voldoen aan de criteria om alle maatregelen direct op te heffen. We horen de roep uit de samenleving voor versoepeling van de maatregelen. We hebben uiteindelijk besloten om. Aan een gefaseerde versoepeling te beginnen. Met inachtneming van de specifieke Surinaamse situatie zullen de volgende aangepaste maatregelen vanaf morgen, zondag 10 mei, gelden. 1. In samenspraak met het traditioneel gezag is besloten om de lockdown te op de grensrivieren Lawa, Marowene en Tapanahoni met ten minste 1 week te verlengen tot zondag 17 mei 2020. De totale lockdown op deze rivieren wordt echter omgezet in een partiële lockdown en zal van 6 uur 's avonds tot 6 uur 's morgens duren. Let wel, de grenzen blijven gesloten. Oversteken van en naar onze buurlanden is dus niet toegestaan. Ook zullen de controleposten in het land blijven bestaan ter controle of verplaatsingen tussen kustvlakte en overige districten. Maatregel 2: de partiële lockdown. In de rest van Suriname wordt met ingang van zondag 10 mei aangepast en zal dan gelden van 11 uur 's avonds tot 5 uur 's morgens. Dat want daar die date ik aan thuis te laten maar vanaf moederdag dan jou mag daar straat vanaf 5 euro maand in, kom met 1 euro aan Maatregel 3. De publieke gezondheidsmaatregelen blijven onverminderd van kracht. Dat wil zeggen dat de hygiëne maatregelen blijven gelden, handen wassen, niezen of hoesten en uw armhouten als ook 2 meter afstand houden van elkaar. Maatregel 4. De samenscholing wordt verruimd tot een maximum van 50 personen. Mits de orde en hygiëne maatregelen in acht worden genomen. Let wel, de crashes blijven helaas nog gesloten. De bussen. Mogen nog niet rijden. Maatregel 5. Rekening houdende dat de gezondheidsvoorschriften strikt zullen worden nageleefd, zullen de opvangcentra voor junioren. als ook voor seniorenburgers toegestaan worden. om vanaf 17 mei wederom, maar dan gelimiteerd familiebezoek te ontvangen. Maatregel 6. Het Nationaal COVID-19 Management Team zal vanaf maandag 11 mei gesprekken voeren met organisaties om aan te geven aan welke voorwaarden zij moeten voldoen om hun operaties weer te mogen opstarten. Het gaat hier onder andere om de horecasector, sportcentra, religieuze organisaties, vermakelijkheidsgelegenheden en de transportsector. Het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur werkt op dit moment een plan uit om ten minste de examenklassen op alle niveaus vanaf 1 juni weer op te starten. Voor alle personen die komen vanuit het buitenland, bleef de 14 dagen verplichte quarantaine van kracht. Daarbij moet ik opmerken dat de personen die in quarantaine zijn wel in staat gesteld zullen worden om op 25 mei Mee te kunnen stemmen. Ik heb u ook voorgehouden dat de regering een economisch overbruggings- en sociaal ondersteuningsplan zal opstellen, om gerezen economische en sociale problemen als gevolg van COVID-19 op te vangen. Het pakket is reeds uitgewerkt voor een periode van zes maanden. Dit is de periode waarin verwacht wordt dat de klap het hardst zal zijn. De regering heeft daarom 400 miljoen SRD gereserveerd en heeft inmiddels ook behoorlijke internationale financiële steun toegezegd gekregen. Hiermee kunnen wij het pakket ondersteuningsmaatregelen bekostigen. Het gaat om ondersteuning aan de Surinaamse bevolking die het meest getroffen zijn. De arbeider, de dienstverlener en de ondernemer die als gevolg van de COVID-19 crisis het financieel heel heel moeilijk heeft. We hebben het dan over de schaafhuismannen, seniorenburgers, mensen met een beperking... Het traditioneel gezag, buschauffeurs, boesmannen, artiesten, enzovoorts enzovoorts. De minister van Financiën zal dit ondersteuningsplan op de persconferentie van maandag 11 mei verder concreter toelichten. Tot slot wens ik aan alle moeders morgen een zeer prettige moederdag toe. Dank u you voor uw geloof. Dank u voor de samenwerking.